Ik kom net uit school, hè. Voetballen. Zet ik mijn fiets, jongens, zet ik tegen het hek van het kerkhof. Hè? Ga ik voetballen, joh. Kom ik terug, een hele fiets gestolen. Die dief heeft zeker gedacht, hé, fiets voor het kerkhof, eigenaar zeker overleden, weet je. En ik naar het politiebureau en dan krijg ik formulier voor gestolen fietsen, jongen. Nou, dat formulier, die vragen, jongen, die slaan volgens mij helemaal nergens op, jongen. Hier, 5 vragen. Vraag 1. Geschiedde de diefstal met uw medeweten? Vraag 2. Miste u het rijwiel al voor de diefstal? Vraag 3. Is het gestolen rijwiel nog in uw bezit? 4. Zo nee. Waar is het rijwiel dan nu? En 5. Waar had u het rijwiel zelf gestolen? Ik zal dat morgen wel eens invullen, jongen, want vanavond barst ik van het huiswerk, jongen. Huiswerk, ik zeg altijd een school, hè. Dat is een gebouw waar je even naartoe moet om te horen wat je thuis kon doen. Hey, als je bent op school, hè, een dag spijbelt, hè. Dan word je verstraft, word je een dag geschorst, hè. Dan heb je 2 dagen vrij. Bij op school, als je nou niet weet wat je worden wil, hè. Laat je testen. Als je bijvoorbeeld een vlieg vangen, mag je ambtenaar worden. Of laat hij een belletje trekken op zondagmorgen, mag je Jehovah worden. Als je veel fouten maakt met rekenen, mag je röntgenoloog worden in het zuiden des lands. Mijn zus hebben ze ook getest. Hè? Nou, mijn zus zit voor de eindexamen. Nou, dat eindexamen, jongen, dat staat volgens mij helemaal nergens op, jongen. Dat is een doodordinaire quiz. En die hebben ze opgepompt. Hè. Paniek. Zeggen ze, ja, wordt nu vervangen door het schoolonderzoek. Nou, het schoolonderzoek staat volgens mij ook helemaal nergens op. Jongen. Wat is nou het schoolonderzoek, jongen? Alles wordt onderzocht, behalve de school. Zeggen ze, ja, maar binnenkort zal het onderwijs in Nederland geheel gratis zijn. Als ik nou mijn woordjes zit te leren, heb ik vaak al het gevoel dat het voor niks is. Jongen, bij ons in de klas zat een jongen. En die kon niet zo goed meekomen, want die kwam uit arbeidersgezin en dan ken je veel minder woorden. En de Nederlandse scholen zijn alleen voor die kinderen die de woorden thuis al geleerd hebben. Nou, die jongen zat bij ons op de HAVO, jongen. Toen moest hij naar de MAVO, toen moest hij naar de LAVO en nou ligt hij in DAVO, jongen. Ja. Jongen, neem nou bij ons school, neem nou die pik van geschiedenis, jongen. Man, die staat volgens mij helemaal nergens op, jongen. Zeg, die jongens, geschiedenis is zeer belangrijk, want stel je voor dat de broeders Wright niet over het kanaal waren gevlogen. Ik zei, nee, dan had je nou naar de maan gebotten met paard en wagen. Hij zegt, stel je toch voor dat Edison de gloeilamp niet had uitgevonden? Ik zei, nee, zat je nou met een kaarsje naar de televisie te kijken, weet je. Nou, ik zeg, wees u maar blij dat ze het vak geschiedenis hebben uitgevonden. Anders liep u nou achter de vullerswagen. Huh? En dan werd hij giftig. Als die giftig wordt, geef je als een sadistisch proefwerkje. Weet je, hier, 6 vragen. Hè. Vraag 1. Wat is vrede? Nou, ingevuld zijn die periode waarover geschiedenisboekjes geen zinnig woord weten te zeggen. Ja. Vraag 2. Wie was Willem van Oranje? Keeper van het Nederlands elftal. Dus. Hier, vraag 3. Wat waren de laatste woorden van Olde Barneveld op weg naar het schavot? Hij zei tegen de beul, we krijgen regen, kan mij niet schelen, maar jij moet nog terug.
Nee hoor, die stof hebben we nog niet behandeld, jongen. Komt, dit boek wordt nooit gebruikt, maar je moet het wel aanschaffen, want die pik van geschiedenis hebben het zelf geschreven. Hier, vroeg die ook nog. Wat gebeurde er in 1600? Had mijn buurman achtergezet, toen was ik ziek. Die jongen die zit helemaal vol met maffe antwoorden, jongen. Maar dan vroeg hij, wat waren de eerste woorden van Columbus toen hij voet aan wal zette in Amerika? Hè? Zegt mijn buurman van, schat, staat de bok maar koud. In de godsdiensten vroegen ze van, wat zei de slang tegen Eva in het aardsparadijs? Ze hebben buurman snoep verstandig, eet de appel. Nou, moet ik erbij zeggen, jongen, die peer van godsdienst, hè? Die man die slaat volgens mij helemaal nergens op. Hey, aan mij vroeg die, was Christus ook wel eens een keertje buiten het Heilige Land? Ik zeg natuurlijk, ik zeg in Nederland. Hè. Hij zegt, hoe kom je daar nou bij? Ik zeg, nou, de Batavieren kwamen 50 jaar voor Christus Nederland binnen. Dus, ja. Toen zegt die peer van God, wie heeft je dat verteld? Ik zeg, die pik van geschiedenis. Neem nou mijn bult school. Neem nou die druif van Duits, jongen. Die man, jongen, die slaat volgens mij helemaal nergens op. Want die man, jongen, die hebben een totale knobbel, hè. Ik zeg, meneer, moet u eens goed luisteren. Ik zeg, waar u die knobbel hebt, heb ik een kuiltje. En jongens, vertaal in goed Nederlands. In de beschenking zij zegt de meester. Dus ik vertaal aan de bekrompenheid herkent men een schoolmeester. Nou joh, hij giftig. Strafwerking mee naar huis, weet je wel. Handteken van mijn vader. Nou, maar mijn vader had altijd druk, hè. Die zegt altijd, is dat nou meer? Ik zeg, gewoon niks. Aanvraag van verlaging schoolgeld, hè. Mijn vader... Mijn vader is zo, hè. Als je een 4 voor Duits hebt op je rapport, hè, zegt hij, hé, die leraar kan zeker niet zo goed lesgeven. Nee, maar mijn vader zegt, ze moeten die leraren pas uitbetalen als de hele klas voldoende hebt. Vorige week was mijn vader op de ouderavond, hè. Gaat hij altijd onder schuilnaam, want hij schaamt zijn eigen rot. Jongen, geef ik je te raaien. Wie komt die tegen, jongen, op die ouderavond, jongen? Die trut van biologie, jongen. En dat mens staat volgens mij helemaal nergens op, jongen. Je kan ontiegelijk bij de speaker. Want ik zit altijd in de speakerscorner. Nee, maar dan spieken wij niet voor de flauwekul. Wij spieken voor de wisselbeker. Die is nou bij Jan Heijn. Want die had alle woordjes aan de binnenkant van zijn contactlenzen geschreven. Hè? Nee, ik had hem bijna gehad, want vorige week hadden we plantkunde. En toen vroeg ze aan mijn buurman, heb een mannelijke bloem, stampen of meeldraad? En die jongen wist dat niet. Dus ik doe even zo. Hij zegt stampen. Hartstikke fout, jongen. Ik zeg, jongen, kalm, hè. Ik zeg, wil jij even het geluid van een meeldraad nadoen? Neem bij ons school, jongen, neem nou die pief van wiskunde, jongen.
Nou, die man die slaat volgens mij helemaal nergens op. Dan komt die binnen, jongens, leuke opgave. Eén arbeider bouwt een huis in 30 dagen. Dus de 30 arbeiders in één dag. Wie heeft nog zo'n voorbeeld? Ik zeg, ja, ik. Ik zeg, één schip vaart in 30 dagen naar Amerika. Dus 30 schepen in één dag. Toen werd hij giftig, want hij kon de fout niet vinden, joh. Jongen, bij ons school maar één goede leraar, jongen. Dat is die vogel van Gim, jongen. Laatst zegt hij tegen mij van... waarom was jij vorige week niet in mijn les? Ik zeg, ja, ik moest mijn brommer schoonmaken. Hij zei, dat is voor mij geen reden. Ik zeg, nee, u was ook op school. Nou, ik heb hem laatst gevraagd. Ik zeg, waarom hebben bij ons school jongens en meisjes apart, Gim? Hij zei, ja, ze zijn anders gebouwd, hè. Zo, nou, weet ik juist nog enkele verdomd leuke oefeningen die ze samen zou kunnen doen. Hey, laatst, hè, vraagt hij mij, heb jij wel eens zo'n stottercursus gevolgd, hè? Ik zeg, niks hoor, ik heb het mijn eigen geleerd.